Goedenavond luisteraars, dit is Pastorie Online, de vragenrubriek van de Reformatorische zuid Revenweb. En dat doen we in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Mijn naam is Gert Janssen. Vanavond hebben we als gast Herman van Wijngaarde, werkzaam bij de Hervormd Reformierende Jeugdbond, de HGB, schrijver en ook oprichter van de stichting Hart van Homo's. Ja. Herman, hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, als eerste wat ik zie is dat je een boekje hebt meegenomen. Daar wil je iets over zeggen, geloof ik. Ja, nou, ik, uh, dit is een, uh, de nieuwe editie van het boek dat al bestond. Uh, de uitgever die kwam met het voorstel om dat uh, opnieuw uit te geven. Uh, ik heb het geactualiseerd. Er zijn bijbelstudies uh, aan toegevoegd. Um, de vorige keer heb je er al, toen je hier was, heb je er al iets over gezegd. Um, maar kun je nog eens vertellen wat Hart van Homo's precies voor een stichting is? En wat is jullie doel? Uh, ja, wij uh, stellen ons als doel om vooral uh, nou in de zijn vooral reformatorische jongeren de ruimte te bieden om na te denken over hun homoseksualiteit in relatie uh, tot het geloof. Onze missie, zo staat het ook op de website, is wij gaan voor een hart vol liefde. In de eerste plaats van en voor God. Want het geloof is het uh, belangrijkste. Hm. En van daaruit... Stimuleren we jongeren om op een overwogen en verantwoorde wijze om te gaan uh, met hun homoseksualiteit? Ja, precies. En de, uh, welke activiteiten organiseren jullie en, en, en is daar veel belangstelling voor? Een belangrijk onderdeel is altijd uh, geweest bijbelstudiegroepen. Daar lijkt op dit moment, of er is op dit moment wat minder belangstelling voor dan is geweest. Uh, mogelijk heeft dat nog te maken met de nasleep van de corona. Uh, uh, periode. Toevallig kreeg ik net vorige week weer twee nieuwe aanmeldingen, dus nou ja, misschien groeit dat weer. Uh, maar de afgelopen half jaar heb ik het meeste tijd besteed, denk ik, aan uh, scholen en kerken. Ik heb uh, vrij veel gastlessen gegeven op reformatorische scholen, uh, Instructietoerustingen toerustingen van docenten. En wat ik wel erg positief vind ook is dat ik tegenwoordig vrij, of vrij vaak regelmatig gevraagd wordt... door kerkraden. Oké. Okay. Uh, kijk, kerkeraden weten wel hoe ze bijbels gezien over homoseksualiteit moeten denken. Dus daarvoor hebben ze mij uh, niet nodig. Maar ze hebben er wel behoefte aan van hoe geven we daar nou in de praktijk handen en de voeten in het het aan in het pastoraat. En uh, nou, ik geloof wel dat dat een kenmerk is van hart van homo's dat we ons daar uh, op richten. Ja. Uh, dus het is niet zozeer dat wij. Ik uh, bedoel, we hebben een duidelijke visie op homoseksualiteit. Maar we gaan er dus vanuit. Ja, de meeste mensen die bij ons komen. Die weten wel hoe het zit. Ja. Maar wat wij toe te voegen hebben. Heb, hebben wat wij toe te voegen hebben. Is hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Op ja. een pastorale uh, manier. En ik ben er wel blij mee dat kerkraden ons daarvoor steeds meer uh, weten te vinden. Ja, en is dat dan refo breed, of praat je dan toch uit een bepaalde hoek? Uh, nou ja, het is meest gereformeerde bond, gritselijk gereformeerd, een enkele keer gereformeerde gemeente, soms ook wel, hoe zou ik dat zeggen, netjes links of zo, dus oh ja. dat niet reformatorisch. Ja, uh, ja dat ongeveer. Ja, ja, precies. Nou goed, dit, ja. dit onderwerp komen we straks nog even op terug. Um, want ik ben ook benieuwd van ja, wie zijn nou die deelnemers uh, aan Hart van Homo's. Is, zijn dat jongeren, zijn dat ouderen? Uh, en wat, wat is de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld? En, en, en waar, komen die, uh, waar komen ze uit? Dus welke kerkverbanden? Praat je dan echt over Revo Breed? Kijk, officieel zijn wij er dus voor uh, reformatorische en evangelische jongeren. Mm -hmm. Maar ik denk 80, 90 procent komt uit reformatorische kring. Want ja, het gaat echt om jongeren? Ja, 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 ja. We hebben op dit moment ook wel een, een groep voor uh, ouderen lopen. Maar het is omdat we daar nou ja, toevallig iemand beschikbaar voor hadden die dat wilde doen. Maar het is niet ons eerste doelgroep. Ja, ja. Nou ja, nu je dat noemt. Het is wel, ik, ik merk wel dat dat een groeiend probleem wordt hoor, in uh, reformatorische kerk ook. Ho, hoe bedoel je? Nou ja, dat uh, toch ouderen die er jarenlang mee hebben rondgelopen, weten dat ze homo zijn, uh, maar er nooit over hebben durven praten, en nu bijna noodgedwongen, omdat ze het niet meer houden, mm -hmm. ermee uh, naar buiten komen. Oké, okay, maar dan komen ze bij jullie en niet bij het pastoraat, zeg maar. Uh, ja, nou inderdaad, ja, het zou, dan het zou ik hopen van dat het binnen de gemeente een plaats uh, kon, uh, kon vinden. En dus dan komen we dan uh, bij ons terecht. En eigenlijk zijn wij er niet voor deze doelgroep. Het is wel eens een, uh, een spanning, want je zou er wel voor willen zijn. Maar het maakt toch wel echt verschil uit of je rond dit onderwerp jongere bent of een ouder. We hebben het wel eens gemengd gehad dat we. Uh, nou ja, dat we een uh, groep hadden met vooral jongeren... maar er zat er een enkele plusse tussen. Maar we hebben gemerkt, dat werkt niet. De, de vragen zijn echt uh, heel anders. Jongeren die praten er toch... Ja, hoe moeilijk ze het soms ook vinden... in, in, in een bijbelstudiegroep fijn makkelijk over. En die flappen de dingen uit. Ja. En, en die, 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 ja, je ziet die ouderen dan soms met oren klapperen van, oh, uh, wat gebeurt hier, de, wat gebeurt hier? Uh, zo durf ik er niet over te praten, dus dat matcht niet. Hm. Dus die, uh, nou ja, klinkt, die hebben we ondergebracht. Maar die, dus, we, het zou mooi zijn als we die ook in een aparte groep uh, daarvoor konden bieden, Kon, kunnen we nu niet. Maar we zijn niet van plan om daar een eerste doelgroep uh, uh, van te maken. En eigenlijk nogmaals uh, zou het ideaal zijn dat die binnen de gemeente zelf met hun verhaal terecht ja, kunnen. Ja. 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 ja goed, daardoor geef jij natuurlijk... of daarom geef jij natuurlijk ook... voorlichting aan de kerkenraden. Ja, ja. precies. En hoe groot is uh, die, die groep? Of hoeveel mensen praten we dan zo'n beetje... die naar de Bijbelstudie toe komen? Ja, kijk, het meest... Uh, de, uh, ik heb er op dit moment twee lopen en dat varieert van vier tot acht personen. Dus is, niet zo heel veel. Nee, het is maar een klein clubje. Ja. ja, maar ik wil het dan ook niet groter hebben hoor. Uh, dus ik heb ook wel eens gehad dat ik iemand op de wachtlijst zette... Uh, van... Uh, ja, groter dan acht of negen moet de groep niet worden. Want dan krijg je geen uh, goede gesprekken. Ja, ja precies. Ja. Ik las op internet een, een uitspraak van jou. En uh, daar stond... Je gaat niet dood zonder seks, maar wel zonder liefde. Kun je dat eens toelichten? Kijk, ik, ik geloof echt of de bek van overtuigd dat niemand kan zonder liefde, vriendschap of intimiteit. Uh, daarom heb ik trouwens ook uh, onlangs een boekje geschreven over vriendschap. Vriendschap in het algemeen, omdat ik dat een erg belangrijk uh, onderwerp vind. Een onderwerp dat onderschat wordt uh, in de kerk ook. Vriendschap is erg belangrijk. En dan, dan praat je eh, vriendschap tussen homos of vriendschap? Nee, 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 homo's? het algemeen. Het algemeen. ook met homos, maar dit algemeen. Dus het nee, vriendschap met het algemeen. Mm -hmm. Ja, bijvoorbeeld ook dat is een ander onderwerp, maar ik denk dat ook getrouwde uh, mensen vriendschap soms onderschatten. Dat die soms het idee hebben: nou, we zijn getrouwd, ja. dus verder hebben we aan niks of niemand uh, meer behoefte. Ik heb mijn vrouw en dat is mijn leven. Dat is ja, ja. En verder hebben we niemand uh, meer nodig. Nou, dat is denk ik echt een verarming. Ja. Maar uh, vooral, maar ook voor vri vriendschap, voor homo's is ook erg belangrijk. Dus uh, kijk, in het boekje heb ik ook gezegd: uh, je kunt wel gelukkig worden zonder huwelijk, maar je kunt niet gelukkig worden zonder vriendschap. En dat heeft dus ook met jouw uh, vraag te maken. Ieder mens heeft vriendschap, liefde, intimiteit nodig. Uh, als je dat niet ontvangt, dan verpieter je. Dat doe je ja. zelf echt uh, psychische schade aan. Uh, ik wil niks te nadelen zeggen van seksualiteit. Uh, maar je gaat er niet dood aan als je dat niet hebt. Ja. En die indruk wekken we met elkaar. Weleens. Het is ondergeschikt aan. Ja, nou ja, in de wereld is het helemaal. Eigenlijk ja. een beetje het principe van zonder seks ga je dood. Ja, precies. Uh, maar in de kerk doen we soms daaraan mee. Dat ja. we ons ook niet kunnen voorstellen dat iemand er bewust voor kiest. Om single te blijven. Dan hebben we al gauw iets, nou dan moet je wel een probleem hebben, hm. want anders zou je daar niet voor kiezen. Terwijl het bijbels gezien gewoon een mooie, zelfstandige levenswijze is om ervoor te kiezen. Zegt om Paulus. single te blijven. Zegt Paulus, Jezus zegt het ook uh, in Matthäus 19. Uh, en, nou, ik denk wel eens dat het thema homoseksualiteit mede zo groot is geworden. Doordat we, ook wij christenen seks zo belangrijk vinden. We leren elkaar niet voor te houden dat seks nou, mooi is, een gave van God, maar je kunt ook zonder. Uh, dus dan kan ik me eigenlijk wel voorstellen uh, dat een homoseksuele jongere zegt: van ja, het is zo plat als ik het nu zeg, wordt er nu over gepraat, maar jullie vinden zelf seks zo enorm belangrijk en van mij vragen jullie dat ik geen seks heb. Ja. Uh, nou, dat, dat kan ik niet goed volgen. Ja. Seksualiteit wordt overgewaardeerd. Seksualiteit wordt overgewaardeerd, ja. Juist. Dus niet alleen dan voor homo's, maar ook voor hetero's. Ja. Hè? Dus je kan makkelijk zeggen: ja, homo, seks is niet zo belangrijk. Maar vinden wij dat als hetero ook? Precies. Durven wij dat ook te zeggen? Ja. Goed, oh. ik ben geen hetero, maar goed, jullie, als jullie uh, ja, nee, hetero is, zijn, ja. ja. Heel mooi aandachtspunt. Ja. ja. Daar ga ik eens over nadenken in de komende ja. tijd. Ja. <laughs> <laughs> um, het, het onderwerp homoseksualiteit is binnen de reformatorische kerken nog steeds een beladen gesprekspunt. Uh, nou ja, dat zul je zelf ook wel gemerkt hebben, denk ik, in ja. de gesprekken met de, met de kerkenraden. Uh, hoe komt het, denk je, dat dit onderwerp in het uh, pastoraat toch vaak liever wordt vermeden? Het is natuurlijk ook een heel lastig uh, onderwerp, ja, daar moet je eerlijk over zijn... Uh, als je daar aandacht aan besteedt, moet je er ook echt aandacht uh, aan besteden. Dan ben je er niet met een paar uh, tips en trucs, uh, hmm. dan weet je hoe je ermee uh, om moet gaan. Uh, ja, en er zijn toch ja, kerken, kerkenraden die zoiets hebben van, ja, als we het er niet over hebben, dan bestaat het niet, uh, of het is zonde en we praten er niet over. Nee, dus dat, dat is ook het kwetsbare ervan. Nee. Het heeft te maken met seksualiteit. Mm -hmm. En het, voor veel mensen is het direct verbonden aan zonde. Niet alleen de praktisering, maar ook het homo zijn is ja, al precies. zonde. Nou, dan wordt er dus ook wel gezegd: jij ja, gaat toch niet met je zonde te koop lopen. Ja. Nou, dat is natuurlijk geen kwestie van met je zonde te koop lopen. Het is een kwestie van durven praten over iets wat uh, jou bezighoudt, wat belangrijk voor jou is. En dan is het uh, ja, de gedachte van als we het er niet over hebben, dan bestaat het niet. Ja, het is echt onzin. Kijk, in Reformatorische bestaan ze nog. Uh, Kerken waar op zondagochtend 500 tot 1000 mensen zitten. Nou, dan... Of 2000 zelfs. Oh, of nou of nou ja. nog meer. Nou, uh, een gemeente van 2000, dan moet je ervan uitgaan dat er 80 homo's tussen zitten. Oké. Okay. 4% van de bevolking is homo. En ik heb geen enkele reden uh, om te zeggen dat dat onder christenen, of zelfs niet onder reformatorische christenen, uh, minder is. Uh, nou, niet dat het getal beslissend is, maar 80 is toch best wel een grote groep dan. Nogal. Dus uh, nou, daar kunnen wij uh, bij wijze van spreken tien bijbestuurde groepen uh, mee vormen. Dus belangrijk genoeg om daar uh, aandacht aan te besteden. Ja, maar dat gebeurt dan in de praktijk niet of nauwelijks. Dus de, waar ligt dat aan? Wat, wat, nou, jij hebt het net al genoemd, natuurlijk, van ja, dat, dat ontkennen is natuurlijk ook een vak. Ja, ja, ja dus, nou ja, als het er niet. Maar soms denken mensen denken mens echter dat het er uh, niet is. Of ik heb een jongere ja. een keer horen zeggen: die had gevraagd aan zijn dominee: zou u ook eens een keer voor ons, homo's, uh, uh, kunnen bidden? Hij zit in zo'n hele grote gemeente. Hij mm -hmm. gelooft dat hij één andere in theorie één iemand wist van wie die vermoedde dat hij ook homo was... maar verder kende hij er niemand. Maar wat er toen werd gezegd was, of een oudling was het geloof ik... nee, dat doen we niet. Want het zou wel eens kunnen dat als iemand daar, als de dominee daarvoor bidt... dat een aantal mensen hun ogen niet meer open durven te doen. Omdat hun ding genoemd is, hun homo zijn. Mm -hmm. Dus er is ook echt angst voor het onderwerp. Ja. Wat halen we los ja. als we erkennen... Dat het een ja, probleem is. Dat, ja, dat het bestaat. Ja, dat het bestaat. Ja, precies. Wat, ja. wat halen we los als we erkennen dat het bestaat. en dat, uh, dat het niet zomaar uh, uh, makkelijk uh, op te lossen is met een paar tips en trucs? Ja, ja, ja misschien denken ze ook wel dat het besmettelijk is. Ja, dat mag ik hopen. Maar dat sluit ik niet uit. Uh, hm. dat, het, dat het ook nog. Uh, nou ja, maar dat. Uh, ik ben het nou nu dat zegt. Ik heb, uh, in december heb ik uh, op een reformatorische school uh, 19... Nee, 12. Moet niet overdrijven. 12 derde klasses uh, gehad. En uh, één uh, jongen ho hoorde ik dat zeggen. van, oh, Wat een onderwerp. Ze praten met elkaar aan. En zo. Had uh, hij thuis gehoord? Dat denk ik dus. Dat, waar hou je dat vandaan? Dat heb je thuis gehoord. Ja. Ja. Uh, dus. dus misschien dat die gedachte toch nog wel bestaat. Ze praten ja. met elkaar aan. Nou, ik kijk... Uh, het is zelfs als, als niet-christen. Is het. Als een niet-christen ervoor zou kiezen. Maar, uh, om homo of hetero te, te worden. dan weet ik eigenlijk wel zeker dat zo goed als iedereen zegt. laat bij mij dan maar hetero zijn. Mm -hmm. Ik hoor liever bij de meerderheid. 96 dan tot die kleine groep. Uh, uh, die homo is. Nou, laat staan. dat een reformatorische christen zou denken. hé. Hey, ja. Uh, die is homo, weet je wat? Misschien staat ook wel wat voor mij. Ja, ja, ja. Ja. ja, wonderlijke gedachte, maar goed. Die ja. bestaat inderdaad. Ja, ja. ja, dat is waar. Ja. Veel jongeren, maar ook ouderen, durven in een veilige setting. als de christelijke gemeente zou moeten zijn. nauwelijks uit de kast te komen. Heeft dat te maken met het feit dat spreken over homoseksualiteit. en we hadden het er net al ja, over, nog ja. steeds toch een taboe is? Want die veiligheid die voelen ze en die ervaren ze dus blijkbaar niet. Nee, nou ja, wat we inderdaad net zeiden, het is een kwetsbaar onderwerp omdat het seksualiteit te maken heeft. Dat snap ja. ik ook wel, hè. want ik snap, uh, seksualiteit is niet een onderwerp wat je met Jan en alle man uh, moet bes bespreken. Daar, uh, een boekje van uh, uh, dokter Hoek, uh, zijn vrouw. Uh, Ali, Ali. Ali, Ali ja, 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 ja. heet, geloof ik, Kostbaar en Kwetsbaar. Of, nou, misschien dacht ik wat in de waar, maar kostbaar en kwetsbaar. Het is kwetsbaar, maar het is ook kostbaar. Dus daar ga je voorzichtig mee om. Dat, dat, dat ga je niet zomaar uh, open en bloot met iedereen bespreken. Dus dat snap ik. Het, het moet, heeft de bescherming, de veiligheid nodig van een, uh, een beschutte omgeving. En daarbij wat we net ook zeiden, voor uh, reformatorische christenen, het wordt wel duidelijk minder. Maar voor reformatorische christenen is het soms toch direct verbonden met zonde. En dan niet alleen het. Leven in een homoseksuele relatie, maar ook het hebben van homoseksuele gevoelens, wordt uh, soms gezien als op zich zondig. Ja, uh, ja dat is persoonlijk niet mijn mening. Uh, het is niet zondig om homoseksuele gevoelens uh, te hebben. Je moet er op een bijbelse manier mee omgaan, maar het zijn van homo op zich is geen zonde. Daar kan ook iemand niks aan doen. Nee, nee, nee. Eh. Uh, Dus het zou wel fijn zijn als dat, uh, de, die air die eromheen hangt, wat er wat van af gaat, zodat het toch iets makkelijker wordt uh, om erover uh, te praten. Ja. En, en, en weet je, ik denk ook wel eens, dat maak ik het misschien heel zwaar, maar dat het een tactiek van de duivel is om ons, welk probleem we ook hebben, alleen te laten worstelen uh, met. Dingen, want hoe langer we er in ons eentje mee rond blijven lopen, hoe groter de kans is dat we er niet uitkomen en dat het een neerwaartse cirkel uh, uh, ja. naar beneden is. Dus dan, het klinkt wat zwaar, maar ik denk echt wel uh, dat de duivel daar plezier aan beleeft door jongeren daarin in een hun eentje mee te laten rondlopen. Ja, totdat uh, ze in een, de wanhoop terechtkomen. Ja, zeg maar. precies. Ja, ja, ja. 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 Maar hoe los je dat op? Want daar gaat het natuurlijk in feite om, want dat, 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 dat probleem is er. Uh, maar hoe krijgen, maken we daar een eind aan? Aan dat probleem. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, ja, dat dat ja, jongeren ja, zich ja. niet veilig voelen om ja, ja, uit de kast ja, te komen ja. en ja. zich niet geaccepteerd voelen, puur alleen vanwege ja. hun gevoelens. Niet om wat ze doen, maar wat, hoe ja. ze zijn. Ja, nou, ik denk dat we als gemeente moeten we meer signalen uitzenden uh, naar deze groep jongeren toe. Waaruit zij kunnen opmaken. Ook deze kerk staat er best wel voor open om erover te praten. En dan bedoel ik niet dat we een regenboogvlag moeten ophangen, daar ben ik zelf eerlijk gezegd ook tegen. Uh, de, nou, ik geloof er in ieder geval niet in. Maar simpele signalen als: noem het in de, in de voorbeden. Dat zeg ik er ook altijd bij: maken dan in de voorbeden ook geen groot drama van. Uh, dat zeggen homoseksuele jongeren ook wel eens tegen mij. Ja, fijn dat de dominee ervoor bad, maar daar maakte er gelijk zo'n groot drama van. Uh, zo erg vind ik het nou ook weer niet. Uh, maar je kunt er wel voor bidden voor homoseksuele jongeren die hun weg zoeken in het geloof hiermee. Dat is een, nou, niet, een vrij neutrale formulering die wel aangeeft waar het precies om gaat: een weg zoeken met hun homoseksualiteit. ...achter, als het goed is, Jezus aan. Nou, benoem dat zo in de voorbeden. Het is als signaal, oh, hij weet dat wij bestaan. Ja. Nou, stel het ook gewoon aan de orde op een jeugdvereniging. Of, of zelfs uh, de, de kategorisatie. Uh, er zijn gemeentes... Uh, nou, ik heb de, uh, bij de HGB heb ik uh, verschillende methodes ...of verschillende twee gemaakt. Maar ik heb wel eens gehoord... Dat ze dus het hele boekje doorwerken, maar de les over homoseksualiteit maar overslaan. Ja, dat is natuurlijk een negatief signaal. Ik bedoel, die anonieme homoseksuele jongeren die, die in de catechese groep zit, en die constateert, hey, mijn onderwerp slaan ze over. Nou, dat is hartstikke een negatief signaal. Ook blijkbaar is daar is dat zo erg of zoiets beladends dat ze het daar maar liever niet over hebben. Ja, dat zijn negatieve signalen. Hm. Uh, nou, ook durven ze iets positiefs te zeggen over homoseksualiteit of over homo's. Vaak hebben we het er alleen maar over als er iets mee aan de hand is. De overheid wil ons iets opleggen of zo. Nou, dat is terecht om ons daar zorgen over te maken. Maar als dat het enige moment is waarop wij erover praten, is het opnieuw een negatief signaal. Uh, nou, ik maak er ook wel eens een grapje van, dan zeg ik tegen kerkraden... nou, ik snap dat jullie uh, geen vrouw in de kerkraad hebben... maar stop dan in ieder geval een paar homo's in de kerkraad. Want die brengen hun eigen gaven mee, hun gevoeligheid... hun uh, sociale uh, bewustzijn en zo. Ja. Nou, daar kun je als kerkraad goed van profiteren. Ja, en hoe reageren ze dan? En meestal lachen ze erom. Ja, en, uh, ja. uh, ze kunnen het wel hebben, dus ja. ik... Uh, het valt me op dat ze het, uh, ze nemen het me niet kwalijk dat het dat zegt. Ja, ja, ja. En dat vind ik dan wel weer positief, ja. want dat snappen ze dan wel. Ja. Dat, dat homo's, uh, nou je hebt ook horken horen, homo's die horken zijn. Maar homo's scoren inderdaad boven gemiddeld als het gaat om creativiteit. Ja. Sociaal vermogen, inlevensvermogen, gevoeligheid. Nou maak daar gebruik van uh, in de gemeente. Ja, ja helder. En een van die dingen waar we het net over hadden... is dat, dat, dat jongeren uh, en ook ouderen wel uh, als ze eenzaam zijn... in de wanhoop terecht kunnen komen. Uh, volgens onderzoek blijkt dat veel jongeren ook met plannen lopen... voor zelfdoding, nota bene. Ja. Uh, in het algemeen dan, hoe zit dat onder christenjongeren? Christen-homo's? Uh, ja, ik heb daar geen precieze getal over. Uh, wat ik wel weet is dat in het algemeen inderdaad uh, 2% van de heteroseksuele jongeren uh, doet een suïcidepoging, dus dat is dan al een poging, mm -hmm. uh, en 9% van de homoseksuele jongeren, dat algemeen, dus niet alleen christelijke jongeren, maar homoseksuele jongeren, dus uh, dat is 4 à 5 keer zoveel als heteroseksuele jongeren. Nou, alleen dat al uh, is een signaal dat hier wel degelijk wat aan de hand is. Um, nou of dat onder christelijke homoseksuele jongeren meer is of minder, dat weet ik niet. Het zou kunnen meer, uh, omdat uh, nou ja, mensen die in een traditionele christelijke omgeving opgroeien ook opgroeien met de Bijbelse gedachte dat een homoseksuele relatie niet Gods is, het zou er ook minder kunnen zijn omdat diezelfde jongeren in hun omgeving uh, zijn opgegroeid... met de gedachte van de ernst uh, uh, van de dood. Ja. Dus dat die dat niet zomaar lichtvaardig... Niet, niemand doet het lichtvaardig natuurlijk... maar dat zou een extra belemmering kunnen zijn hmm. om het te doen. Uh, ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Uh, ik denk dat het, het... Ik houd er maar op dat het christelijke you know, jongeren in dezelfde categorieën zitten. Dus... 9%. Ja, ongeveer. maar dat is nog veel. Dat is dat is veel te veel. Ja. Ja, iedere iedere persoon is er een te veel natuurlijk. Ja. Ja. In de kerk hebben homo's nogal wat uit te leggen. En in linkse kringen worden christenhomo's vaak ook niet serieus genomen. Juist omdat ze christen zijn of bewust ervoor kiezen om geen relatie te hebben. Nou, een, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld die SGP'er Thomas Vink uit Waalwijk. Ja. Je hebt er ongetwijfeld van gehoord. Ja, een heel mooi ja, getuigenis op zich van hem. Ja, precies. Ja. Maar goed, hij werd bedreigd vanuit de linkse hoek. Uh, en hij stopte, uh, stapte vervolgens op als fractievolger uh, voor de SGP. Uh, uh, hebben christenhomo's, en dan los van de, van de kerk, hebben christenhomo's het in de wereld extra moeilijk? Uh, ja, aan de ene kant misschien wel. Uh, aan de andere kant, uh, hoe zou ik het zeggen? Ik, ik hou er niet van om homo's in de slachtofferrol uh, te stoppen. En ook christenhomo's niet. En heel eerlijk gezegd, denk ik, uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, christenhomers hebben het aan de ene kant misschien moeilijk, maar aan de andere kant, juist omdat ze christen zijn, en dat, uh, dat merkte je bij die jongen, voor ik de naam nog even kwijt ben, die je net noemde, maar die stond ook wel voor zijn geloof. Ja, Thomas Fink. Ja, ja. Uh, ik heb een verhaal over gelezen op C Vandaag, die stond ook uh, voor zijn geloof. En uh, dat vond ik heel mooi. En dat mis ik dan wel eens bij christelijke homoseksuele jongeren. Oké, okay, je hebt het moeilijk, maar je hebt ook een enorm veel, als het goed is, een heel, enorm veel christelijke geloofsbagage meegekregen. die het in principe voor jou makkelijker zou moeten maken. om, nou, laten we dat toch zo noemen, je kruis. ...te dragen. Ja, maar ja, je wordt natuurlijk als je dat uitdraagt... ...al gauw belachelijk gemaakt van ja... Uh, ...jij wil geen relatie omdat God dat van jou vraagt. En... Ja, uh, ja, dat, dat hoor, ik, hoor ik ook wel eens. Ja, dat ja. is vervelend. Dan heb je het al moeilijk in de kerk... ...en dan heb je het in de wereld ook nog moeilijk. Ja. Maar ik heb wel het idee als je daar maar... ...eerlijk uh, uh, over bent... Uh, ...zeg ja, ik snap dat je dat zegt... ...maar ik heb er echt bewust voor gekozen om dat niet te doen, omdat ik geloof dat God dat van me vraagt, dat dat ook wel weer gewaardeerd wordt. Als we daar uh, geheimzinnig over gaan zitten doen, uh, ja, ik weet het ook eigenlijk niet, moeilijk, moeilijk, ja, dat, dat komt maar niet ja. over. Maar als je daar gewoon voor durft te staan, uh, en ook durft te zeggen, ja, ik heb ervoor gekozen, en ik ben, word er echt niet ongelukkig van, uh, ik geloof dat dit Gods weg met mij is, uh, dan zouden we daar wat meer waarderen voor kunnen krijgen dan we denken. Gewoon open en eerlijk. Wees gewoon voor uh, wat je staat. Uh, maar ja, goed, aan de andere kant, die uh, Thomas ja, die uh, heeft het daar. Dus die heeft wel, ja, in de politiek, in politiek ligt het inderdaad heel gevoelig. Hm. Uh, ja, maar dat is ook wel weer een onderwerp apart. Ja, ja. precies. Ja. Uh, zie je trouwens ook positieve ontwikkelingen? Ja, zeker wel. Ja, uh, er wordt duidelijk nou, makkelijker, minder moeilijk over gepraat, laat ik het dan anders zeggen, uh, dan vroeger. Uh, nou, bijvoorbeeld, wat me nu te, te binnen schiet, is uh, toen Hard van Homo's begon, heb ik een keer een oproep gedaan, waar zijn de single Homo's die hun verhaal willen vertellen voor onze website? Uh, ik kende er heel wat, uh, maar niemand wilde of durfde zijn verhaal te doen. En nu is er kort geleden, dus zes jaar later, is er een boek verschenen van uh, Christine Stam en Ineke de Jong... Hmm. met dertien uh, uh, interviews, uh, van wie twaalf met naam en toenaam en foto erbij... van christenhomo's die ervoor gekozen hebben om single te blijven. Daar, daar ben ik erg blij mee. Uh, dus uh, nou, jongeren die daar vooruitkomen uh, met foto en al, nou, zes jaar geleden kon dat niet. Nee, ondenkbaar. Het eigenlijk ondenkbaar. Ik heb het dus geprobeerd niet om een boek te maken, maar wel om ze op de website te krijgen ja. en dat kon niemand vinden ja. en nu is het dus wel mogelijk ja, en dat is een positieve dat vind ik echt ja. positief. Je, waarvan dan één, ik geloof dat het Henry Baks was, of zo, die ook uh, gewoon heel nuchter schrijft. Nou, goed dat er aan het maar laten we er ook niet altijd dramatisch over doen hoor. We moeten er ook eens een grapje over kunnen maken. Nou, die generatie reformatorische homo, zeg maar, komt ook op. En daar ben ik uh, blij mee. Die dus volop hun plaats hebben in de gemeente. Iedereen weet dat ze uh, homo zijn. Uh, geen enkel probleem. Z uh, nou ja, ze hebben een functie. Uh, organist, uh, koster, maakt niet uit. Nou, daar ben ik wel erg blij mee. En Herman, dan gaan we naar de eerste vraag. Daar staat, ik ben homo en ben tot nog toe alleen gebleven omdat in mijn ogen de kerk het verbiedt om met een man samen te leven. Nu wil ik heel graag een vriend om mee samen te leven. Het leven is gewoon zo vreselijk saai. Altijd alleen thuiskomen, nooit geborgenheid bij een ander te ervaren. Ik ben het echt zo zat. Waarom doet God mij dit aan? Waarom ben ik zo geboren? En dan komt het antwoord weer met de zondeval en de gebrokenheid enzovoort. Wat heb ik daaraan? Het maakt het eigenlijk alleen maar lastiger. Ga ik naar de hel als ik een vriend zoek en mee samen ga leven? Heftige vraag. Ja, er zit een heleboel uh, emotie ja. in, uh, in, de, in die vraag. Kijk, om met de laatste zin te beginnen, moet ik wel eerlijk zeggen dat als. De angst om in de hel te komen, de enige motivatie is om eventueel geen relatie aan te gaan, is dat wel mager. Mm. Uh, de, vra de vraag zou niet moeten zijn hoe voorkom ik dat ik in de hel kom, maar hoe leef ik tot eer van God. Dat klinkt misschien heel vroom, uh, maar ik denk dat we toch als christenen op dat niveau zouden moeten bekijken. Uh, hoe leef ik tot eer van God? wetend dat als we dat doen, dat het ook voor onszelf uh, het beste is. En als je het zo bekijkt, dan komt je vraag wel in een ander licht te staan. En kijk, ik, moet ik, ik, zeg, ik, ik snap de, 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 de nood die er uitspreekt, de behoefte die er uitspreekt. Maar heel eerlijk gezegd komt deze vraag me wel een beetje drammerig of zeurderig over. Het klinkt misschien heel streng. Ik heb deze persoon... Op uh, RevoWeb ook niet in deze zin zo beantwoord, maar of meer indirect. Maar een beetje vind ik dat uh, uh, wel. Um, als je uh, echt beseft wie en hoe God is, uh, dan zou je deze vraag volgens mij niet zo uh, uh, formuleren. Uh, het komt mij toch een beetje over. Ja, uh, als een klein kind. Uh, die zijn zin niet krijgt. Nogmaals, ik wil de problemen niet bagatelliseren, maar dan kom ik ook weer terug op waar we het net over hadden: over die, als het goed is, geestelijke bagage uh, die je hebt. Kijk, heel eerlijk gezegd, hoor ik wel eens de verhalen van een homo aan en ik heb daar echt, geloof ik, oog en oor voor, maar dan denk ik stiekem: waar is God in jouw verhaal? Uh, waar is het besef dat we hier niet op aarde zijn om het hier prettig te hebben. Uh, maar om tot eer van God te leven. Waar is het besef dat we, in, dat we ja, aan, aan Jezus genoeg hebben? En daarmee bedoel ik niet dat we niet mogen klagen. Uh, maar, nou ja, als er zelfs op de achtergrond niet het besef is van de rijkdom van het christelijk geloof, dan zou het probleem nog wel eens meer daar kunnen liggen. Dat, er, uh, dat we God niet goed genoeg kennen. dan waar deze jongen uh, over schrijft. En daarbij ben ik ook bang dat hij. en dat doen we in het algemeen. misschien wel te veel verwacht van een relatie op zich. Ik proef er ook iets in van. een ander, een relatie gaat mij gelukkig maken. Ja. Nou, niet voor niks wordt er wel eens gezegd dat je. Pas gelukkig kunt zijn met een ander als je eerst geleerd hebt gelukkig te zijn uh, met jezelf. Want anders uh, ga ik het van die ander verwachten, jij moet mij gelukkig maken. Uh, nou, dat kan niet. Dat leidt onroepelijk tot uh, een teleurstelling. Dus dat, dat is een psychisch aspect aan deze vraag die ik er ook wel in proef. Ik denk, probeer eerst in je eentje is. Uh, of eens. Probeer eerst in je eentje uh, gelukkig te worden. En. Uh, nou ja, en, en dan geloof ik ook. Uh, dat, ja, dat is niet met een uh, knippende vingers. Maar als single kun je ook uh, erg gelukkig uh, worden. Zeker, want er zijn natuurlijk voldoende gelukkige singles ook. Ja, ja. Dus dat bewijst het al. Ja, precies. Ja. Ja. Dan gaan we naar de volgende vraag, Herman. Uh, daar staat. Ik worstel al erg lang met mijn identiteit. Ik ben als meisje geboren, maar voel me niet zo. Vroeger wilde ik altijd al een jongen zijn. Maar toen ik me er later in verdiepte, kwam ik erachter dat ik geen jongen, maar ook geen meisje ben. Non-binair dus. Ik was het liefst gewoon een meisje geweest, maar ik kan mezelf niet langer daaronder scharen. Is het als christen verkeerd om in transitie te gaan? Ik heb erg last van mijn borsten en zou die graag willen laten verwijderen. Maar ik wil niet tegen God's wil ingaan. Ja, het is opvallend dat de laatste tijd uh, verschillende vragen over dit soort onderwerpen uh, binnenkomen. Klopt. Heeft dat uh, ook te maken misschien met het feit dat, het, dat er in de media heel veel aandacht ja, is? Uiteraard. Ja, uiteraard. Nee, het is echt. Uh, uh, nou, of het dan positief of negatief is, dat laat ik neer in het midden. Maar het is echt een mediading. Ja. ja, precies. Nou, dan moet ik wel uh, even voor de duidelijkheid zeggen dat hart van homo's zich. We hebben het er pas in het bestuur over gehad. Hart uh, van Homos houdt zich niet met dit onderwerp bezig. Omdat het wel een heel ander onderwerp is dan uh, homoseksualiteit. Dat ik er bij RevoWeb wel op in kan gaan, komt omdat ik via mijn andere werkgever, de HGB, me daarin verdiept heb en daar de nodige kennis over heb uh, opgedaan. Dus dat eventjes als. Uh, uh, kanttekening uh, dat mensen nu niet moeten gaan denken. Oh, hart van homo's houdt zich ook bezig met. Uh, uh, nou oh ja, met de vragen rond gender, transgender en zo. Uh, ja. uh, uh, maar voor Evo Web uh, willen, kan ik die wel uh, beantwoorden. We blijven die vragen naar je toe sturen. Ja, nee, dat, dat mag, ja. Uh, nee hoor, ik, heb, ik heb er pas ook een lezing uh, over gehouden. op een studiedag van de Middenbond, samen met de AGB. Daar heb ik trouwens uh, deze casus ook uh, genoemd. Want ik vond hem toch ook wel interessant. En in die lezing heb ik onderscheid gemaakt. Uh, wat volgens mij wel erg belangrijk is. Uh, drie dingen als het gaat om transgenderisme, zeg maar. Uh, er is, je kan het sprake zijn van genderdysforie. Uh, wat is dat? Dan heb je dat, dat. gaat dus om mensen, jongeren. die zich echt heel ongelukkig voelen in het geslacht waarin ze zijn. Uh, geboren. Ze kunnen dan ook zeggen, ik ben een meisje, maar ik ben geboren in het lichaam van een jongen. Dat komt erg weinig voor, 0,05% van de bevolking. Dus de kans dat je in de gemeente een homo tegenkomt, is 80 keer groter dan de kans dat je iemand tegenkomt die genderdysforie heeft. Dat wil niet zeggen dat je het niet serieus moet nemen, uh, maar het is vrij zeldzaam. Tweede categorie, dus je hebt genderdysforie, is genderverwarring. Uh, uh, dat is een veel grotere groep. Uh, daar komt vooral ook de invloed van de media wel in naar voren. Van jongeren die bijvoorbeeld zeggen: Ja. Ik ben een jongen, maar ik hou van meisjesdingen. Of ik ben een meisje, maar ik hou van jongensdingen. Nou, is dat iets van alle tijden uh, geweest? Uh, ik weet vanuit mijn jeugd ook wel: een, een meisje van wie iedereen weet. Ja, uh, laat hem maar even Marieke noemen. Zo heet ze niet. Maar Marieke die zit altijd op de boerderij. Is altijd aan slootjes springen. En uh, in bomen aan het klimmen en zo. Speelt nooit met poppen. Wat, dat was dus typisch geen meisje-meisje. Uh, maar ja, niemand uh, vond het ook een probleem. Nou, het is gewoon geen meisje-meisje. Nou, uh, hm. Geen probleem. Ik weet ook dat ze. Uh, later gewoon getrouwd is, heeft kinderen. Dus volgens mij heeft ze ook zelf nooit getwijfeld aan haar genderidentiteit. Maar het nieuwe van deze tijd is, ik denk ik, dat ditzelfde meisje, die Marieke van vroeger, zeg maar, ik denk ik als ze in deze tijd opgegroeid was, dan zou ze de vraag hebben kunnen krijgen: weet je wel zeker dat je een meisje bent? Uh, nou, dat is even heel in het kort, maar dat, dat leidt tot enorm veel verwarring. Dan heb je als derde, dus genderdysforie, genderverwarring en gender. De hype of gender euforie. Nou, heel het kort, het is gewoon in, populair om transgender te zijn. Ik hoorde pas een moeder die zei dat haar dochter het enige meisje in de klas was die zich niet rekende tot de LBTIQ community. Het enige meisje in de klas. Alle meisjes verder uh, behoren tot de LBTQI. Nou, statistisch gezien is dat onmogelijk. Dus daar zijn dan hele gekke dingen aan de hand. Nou, wat er nou bij dit meisje volgens mij aan de hand... Volgens mij heeft ze uh, geen uh, genderdysforie. Maar heeft ze, is er wel sprake van genderverwarring. En dat blijkt al wel een beetje uit haar vraagstelling. Kijk, het is een, een heel kort stukje. Hè? Ik bedoel, ik doe even zo. Uh, het zijn vier regeltjes. Uh, maar daarin kan je wel... Ja, vind ik. Iets opmaken van haar zoektocht. Ze, ze is biologisch, als een meisje. Vroeger wilde ze een jongen zijn. Nu denkt ze dat ze geen van beiden is. En toch wil ze weer nu een jongen zijn, want ze denkt over uh, transitie. Uh, nou, ik wil dat niet uh, lacherig over doen of zo. Maar dan kun je nagaan hoe in verwarring ja. zij is. Zij heeft een psycholoog nodig. Zij heeft uh, denk, iemand. Uh, dus ik vind inderdaad, je moet het serieus nemen. Uh, niet zeggen belachelijk, je bent gewoon een meisje en doe niet zo moeilijk. Want ze heeft wel een vraag. Ze is wel met de zoektocht bezig. En daar heeft ze hulp bij nodig. Nou, wat zou er in dit geval sprake van kunnen zijn? Uh, opvallend dat ze het zo nadrukkelijk schrijft: ik heb last van mijn borsten. Nou, dat komt uh, veel voor onder pubermeisjes vandaar dat het ook uh, onder pubermeisjes uh, de vraag, vragen rond gender heel erg toenemen. Uh, nou, de lichamelijke groei gaat soms sneller dan de psychische groei. Dus een meisje kan constateren, mijn borsten groeien, mijn heupen worden breder... ik krijg de vrouwelijke vormen, wat moet ik daarmee? Ik weet er gewoon geen raad mee. En als je dan ook nog eens merkt dat mannen juist, juist daarom naar je gaan fluiten of je gaan toeroepen dat je zo lekker stuk bent... dan, nou, voor zover ik me kan voorstellen... maar dan vind ik het niet raar... als je als meisje een afweer krijgt van je uh, eigen lichaam. Mm. Maar ik denk dat in dit geval de oplossing niet is je borst eraf halen... maar inderdaad onder begeleiding nadenken over je vrouw zijn... Uh, wat dat betekent. Dat je dat ook op een jongensachtige manier uh, uh, mag doen... Uh, maar kijk, transitie is natuurlijk een heel ingrijpende oplossing. En ik denk dat daar uh, in dit geval, als je daar al aan, aan zou willen denken, dat dat bij dit meisje niet de juiste weg is. Nee. Maar is, is, is er hier iets over te zeggen als het gaat om de, een Bijbelse duiding? Hoe denkt de Bijbel over transitie? Is daar iets over te zeggen? Oeh, ja, dat is een, uh, ook een heel kwetsbaar onderwerp. Daar verschillende meningen over. Uh, en heel persoonlijk, maar dat zeg ik dus niet namens de HGB of namens Hart van Homo's. Mm -hmm. uh, laat ik het voorzichtig zeggen. Het is voor mij niet duidelijk dat de Bijbel het categorisch afwijst. Um, er wordt uh, vaak gezegd, ja, je hebt dat, een, een, er is een, een spanning dus, hè, tussen het psychische en het lichamelijke. En veel reformatorische christenen die vinden dat het... Lichamelijke voor moet gaan op het psychische. Dus je moet het psychische aanpassen op het lichamelijke. Maar voor mij is dat niet duidelijk waarom het ook niet andersom kan. Waarom, eh, tegenwoordig zijn de middelen er. Waarom. Ja, heel eerlijk gezegd, refo's staan er niet bekend omdat ze veel met het lichaam hebben. En nu, als het gaat om de vragen van transitie, lijkt het alsof we wel een heleboel met het lichaam hebben, want het lichaam is heilig. Ja, dit, voor mij is dat niet duidelijk. Uh, waarom, waarom we dus dan zoveel gewicht hè, uh, geven aan het lichaam? Uh, waarom kun je hetzelfde gewicht ook niet geven aan de psyche? Dus dat je de, uh, nou, het lichaam aanpast op de, op de psyche. Maar ik doe er geen stellige uitspraken over. Laat ik het hier behouden. Voor mij is het niet duidelijk dat de Bijbel het echt afwijst. Ja. Maar sowieso uh, zou ik er heel terughoudend in zijn. Want al ben je er. Uh, kijk, het gaat om 0,05% van de bevolking ja. die er eventueel sprake van is. Waar hebben we het over? En het is uh, uh, geen gebroken been of zo die je in het schipstel uh, zet en dan ben je er vanaf. Het is een zeer ingrijpend proces ja. uh, waar, waar je niet te makkelijk uh, uh, toe moet, moet overgaan. We gaan naar de volgende vraag en daar staat... Ik ben een man van eind twintig en getrouwd met een vrouw. Al sinds mijn vijftiende heb ik homoseksuele gevoelens. Ik heb veel gebeden of dit over mocht gaan. Toen ik een relatie kreeg met mijn vrouw, dacht ik dat de gevoelens weg waren, maar achteraf blijkt dat dus helaas niet zo te zijn. Niemand weet van deze gevoelens af, ook mijn vrouw niet. Ik hou van haar. Ik wil niet haar en mijn leven op zijn kop zetten, en al helemaal niet onze relatie op het spel zetten. Maar ik voel dat het zo ook niet verder gaat. Kunt u mij advies geven hoe ik hiermee om moet gaan? Ik vond dat misschien wel een van de meest aangrijpende vragen... die de afgelopen periode zijn uh, binnengekomen. Het viel me op en ik vond het ook wel mooi... dat er ook de, het meest op werd gereageerd weer. Uh, op een hele bewogen en inlevende uh, manier. Dat vond ik heel uh, positief. Dus het, blijkbaar riep het ook wel uh, herkenning op. Dat mensen... Uh, voorbeelden daarvan weten. Uh, nou, dat is op zich al uh, positief dat er dus ook ruimte ontstaat voor mensen als hij om hier uh, over te praten. En um, nou, je zou eigenlijk, ja, je zou zo op zich al een uur over kunnen praten. Maar ik denk dat het inderdaad erg belangrijk is dat deze jongen, want uh, kijk, hij is eind twintig, een jonge man, dat hij er echt over gaat praten. Uh, met zijn vrouw in ieder geval. Uh, ja, maar misschien ja. eerst uh, met iemand uit de gemeente. Een ouderling of een vriend uh, die hij vertrouwt. Of desnoods. Of, desnoods uh, of met iemand van de stichting Vluchtheuvel of de schuilplaats. Of hart van homo's. Dat uh, zou ook kunnen. Ja. Al geven wij dus geen hulpverlening. Hij kan hmm. wel... Uh, ik zou hem wel in contact met hem kunnen treden. Ik geef hem antwoord. Maar ik denk dat hij wel... Echt hulp uh, uh, nodig heeft. Dus dat hij dan toch beter terecht kan bij de Schouwplaats en, uh, of de Vluchtheuvel. En ik weet, uh, zij hebben dergelijke situaties vaker bij de hand gehad. Hij is echt niet de enige uh, uh, voor wie dit geldt. Nou, daar past, hij heeft het, zou ik zeggen, het recht. Uh, hij moet de ruimte krijgen om zijn verhaal te doen. Het is niet zijn schuld. Dat is in ieder geval belangrijk om te weten. Het is niet jouw schuld. Dat je in deze situatie bent gekomen. Okay, je zou kunnen zeggen: je had niet moeten gaan trouwen. Maar veel van deze mannen denken echt. Uh, of hadden de hoop dat ze door een huwelijk er vanaf zouden komen. of dat het minder uh, zou zijn. Nou, dus ga erover praten en dan inderdaad wat je zegt. Er moet uh, een, een moment komen. dat hij ook zijn vrouw erover inlicht. Dat is natuurlijk heel moeilijk, heel kwetsbaar. Uh, maar. Ja, dat, het kan niet anders. Hij moet er een keer over gaan praten. En dan hangt veel af van de reactie van zijn vrouw, natuurlijk. Uh, maar dan misschien ja, wel hoopvol om te zeggen: ik ken verschillende homo's die in zo'n situatie uh, zitten. En uh, nou ja, de meeste zelfs, ja, misschien dus dat, dat, ik weet niet of het zich dat uitselecteert, maar zijn bij hun vrouw gebleven. Dus het is niet per se zo dat, een huwelijk, dat dit per se het einde van een huwelijk Misschien uh, is het geheim wel het grootste probleem. Nou ja, dat, uh, als het geheim eruit is en je kunt het delen, hm. uh, dan is het soms ook uh, hanteerbaar. Dus ik hoop dat hij dat echt gedaan heeft: dat hij met iemand erover gaan, is gaan praten en uiteindelijk uh, uh, ook met zijn vrouw. Heel moeilijk, uh, maar terecht, dat snap ik helemaal, dat hij zegt: Dit is zo niet uit te houden. Uh, dit moet er een keer uit. Ja, precies. Uh, we hebben nog één, ruimte voor één korte vraag, Herman. Bij Reveweb komen er nog wat vragen binnen of van mensen die uh, vriendschap hebben met een ander. En dan blijkt na verloop van tijd dat die toch homoseksueel is of anders geaard. Uh, dan vraagt zo iemand zich af, kan ik daar nog wel mee omgaan? Ook bijvoorbeeld als iemand dan in transitie wil of wat dan ook. Uh, kan zo'n vriendschap dan nog wel in stand blijven? Dat is ja. eigenlijk de vraag. Ja, dat dat uh, viel mij ook op. Dat er verschillende dat soort vragen uh, uh, binnenkomen. Uh, kun je omgaan met. kun je nog blijven omgaan met iemand die op dit terrein een keuze maakt die volgens jou uh, niet uh, bijbels is? Uh, blijkbaar uh, hebben we daar uh, ja, moeite mee. En ik denk dat het. Er zit vaak de gedachte achter dat we denken dat met iemand omgaan. betekent. Een goedkeuring van alles wat zo iemand denkt of doet. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet het geval. Uh, als christenen gaan, moeten we sowieso omgaan met anders uh, denkende. We kunnen ons niet terugtrekken op ons eigen eilandje met alleen maar uh, gelijkgezinde. Uh, maar nogmaals, dat betekent niet dat je daarmee goedkeurt wat zo iemand doet. Uh, dus ik zou zeggen: uh, ja, inderdaad, blijf met zo iemand omgaan. Wees duidelijk over jouw principes. Doe, jij hoeft je principes niet op te geven. Die mag of moet je houden. Maar dat staat niet in de weg dat je op een liefdevolle manier met die persoon mag blijven omgaan. Ik denk dat dat ook het voorbeeld is dat, het voorbeeld is dat Jezus ons geeft. Uh, nou. Uh, Jezus ging om met, 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 met zondaren. Hoeren en tollenaars. Ja, en, en niet voor niks uh, werd er wel uh, van hem gedacht dat hij. Uh, werd hem dat kwalijk genomen. Dat hij met hoeren en tollenaars omging. Maar toch deed hij het, omdat hij van deze mensen hield. Uh, dus ik denk dat wij dat ook zo uh, moeten doen. Nogmaals, wees duidelijk over je principes. Niet blijf erop hameren. En bij iedere ontmoeting ga je nog eens een keer zeggen hoe fout je de homoseksuele relatie vindt. Dat is natuurlijk ook niet de manier. Uh, maar je mag er best duidelijk over zijn. En uh, laat het niet van jou afhangen of de vriendschap doorgaat. Het zou juist wel zijn dat je door jouw liefdevolle getuigenis de mensen iets kunt laten zien van Gods heiligheid, maar ook van. Uh, zijn liefde. Nou, wat ik in een antwoord ook heb gezegd, we zijn geroepen om het zout van de aarde te zijn en niet het zout binnen de zoutpot. Ja, ja. Mooi, dankjewel uh, Herman. Ja, we moeten afronden. Uh, dank voor je aanwezigheid hier in de studio en we willen je ook van harte Godzegen toewensen op al je werkzaamheden. En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u deze sturen naar vragen.reverweb.nl. Tot volgende week bij Leven en Welzijn.